We gaan met de camera even weer naar de begraafplaats Hofstraat, waar de Stichting Oud Winschoten samen met een groep vrijwilligers de afgelopen maanden weer druk bezig is geweest met restauratie, opknappen en onderhoud van graven, grafmonumenten. Vandaag eigenlijk de afsluiting van het seizoen. Onder andere ook met de terugplaatsing van een aantal grafzerken die we onlangs hebben opgegraven hier op de begraafplaats en die bij natuursteenbedrijf De Wijs zijn gerestaureerd. We gaan kijken hoe deze werkzaamheden verlopen. Zelf ga ik ook de handen uit de mouwen steken, dus wat dat betreft kijkt u mee en zie hoe de plaatsen weer gevuld worden met de familie Vietor. Volle bedrijvigheden op deze zaterdagmorgen. Bernard Hogeman van firma De Wijs. Ja, daar doen we het allemaal voor, hè? Ja, het is precies. Heel precies werk, zie ik, hè? Ja, dit is precies een zwaar werk. Dus in ieder geval gelukkig dat er zoveel vrijwilligers zijn vandaag weer om ons bij te staan. En daar zijn we in ieder geval jullie ook natuurlijk weer dankbaar voor. Ja, we hebben net foto's gezien dat ze dus opgehaald zijn hier van de begraafplaats naar jullie bedrijf gebracht zijn. Wat is daar precies gebeurd? Nou ja, wij hebben ze in ieder geval schoongemaakt. We hebben de letters voor zover allemaal, zoals jullie zien, netjes gemaakt. Ook samen weer met jullie. En vervolgens zijn we ze nu weer aan het terugplaatsen. Ziet er mooi uit, hè, het marmer. Ja, na zoveel jaren en zo mooi wit is, dat ziet er gewoon perfect uit. We gaan de laatste van de vier op de plek leggen, zie ik. De laatste en de belangrijkste volgens mij. Berend Heidsema Vietor. Ja, ik ken hem niet persoonlijk, maar wel van de steen. Nee, maar hij is wel een beetje gaan leven weer bij jullie toen dit projectje onder behandeling kwam. Ja, je gaat eens kijken. Je gaat kijken op Google wat je op een gegeven moment wat je kan vinden. En dan zie je op een gegeven moment de persoonlijkheid bij deze man. En denk je van ja, daar doen we het allemaal voor. Mooi, we brengen hem naar de plek. Goed, gaan we doen. Handen en spandiensten worden verleend hier door de vrijwilligers. Henk Zwik, een van die vrijwilligers, gaat je goed af? Oh, prima, hè? Ja, zeker. Ja. Waarvoor, 50 jaar ervaring. Jij bent echt thuis in het kluswerk, hè? Ja, zeker. Maar inderdaad, dat ligt alweer wat achter jou. Maar als vrijwilliger ben je actief geweest ook bij het herstel van deze graven? Ja, zeker. Ja. Zaterdagsmorgens, hè? Om 9:00 eerst koffie zetten voor de mensen. Hè? Alleen vanmorgen was de koffie al bruin. Ja. Nee, allemaal goed verzorgd, maar leuk om die werkzaamheden te doen, Henk. Ja, schitterend mooi werk. Schitterend mooi. Het zit er nu eerst weer op, hè? Volgend jaar weer verder. Volgend jaar april, hè? Beginnen we weer opnieuw. Bedroogje, Henk. Ja, ik moet even beter opletten, hoor. Dat was even verstand erbij. Ik heb verstand erbij. Vingers weg. We gaan het straks met de Nederlandse schuiten. Ja, Robert Jallink, Stichting Oud Winschoten, participeert in dit project, Herstel Begraafplaats. Ja. En dit is weer zo'n onderdeel in het project. Ja, zeker. Het is een heel mooi onderdeel. Want je komt grafstenen tegen van markante Winschoters die veel betekend hebben voor de stad. En die grafstenen die lagen een centimeter of 30 onder het maaiveld. En je gaat op zoek en je komt ze tegen. Het blijken prachtige grafstenen te zijn met hele mooie familiewapens erop. En het is een prachtig moment om nou te zien dat ze weer naar boven gehaald zijn en weer zichtbaar zijn. Ja, het gaat over de familie Vietor. Ik zie verschillende namen. Vietor, Heidsema, ik zie Vrezeman. Ze hebben een beetje gegoocheld met de namen van voorouders. Zoals Heidsema Vietor, Heidsema is een achternaam van degene die hier helemaal rechts van ons ligt, Jantje Heidsema, maar die achternaam is weer gebruikt als een tweede voornaam van een zoon, meester Berend Heidsema Vietor. Maar ook Vrezeman wordt gebruikt als een soort tweede voornaam en
de zoon van meester Berend Heidsma, die heet ook weer Vreesman Vieto. Dus ja, het is... allemaal in elkaar verweven, maar in ieder geval vooraanstaande windschoters zijn ze geweest. Want dat zien we ook nog genoteerd op de stenen. Ja, ja, het zijn notarissen, maar daarnaast ook negociant, zoals het zo mooi heet. Ze hadden zelfs een hele vloot aan schepen, maar ze zijn ook in het openbaar bestuur actief geweest. Jan Vreeseman die, is lid geweest van de Eerste Kamer. Meester Berend is lid geweest van gedeputeerde staten. Dus ja, het waren toch mensen die veel betekend hebben voor Winschoten. Ja, voorgangers, want een van de mensen heeft ook het wethouderschap bekleed hier. Ja, was dat bekend, Bart? Ik ken de familie wel, want het is natuurlijk een hele bekende familie in Winschoten. Kijk, ja, dat je dan hier eindigt, ja, ik weet nog niet zo goed wat ik daarna van moet vinden. Maar ik vind het wel geweldig dat er zo goed gezorgd wordt voor de platen die hier liggen. Want het zijn monumenten op zich. En nou ja, goed, het zijn prominente Winschoters. Die verdienen ook een prominente plek in Winschoten. En die hebben ze nu teruggekregen. En dat vind ik geweldig, dat gebeurd is.